Sint-Anne-Klooster. Uw wensen worden onze zorg. Astrid van Lieshout. Ik ben hbo-verpleegkundige in verpleeghuis Eikenburg. Eikenburg is sinds vorig jaar verpleeghuis geworden en heeft 21 plekken voor voornamelijk mensen met psychogeriatrie. Verpleeghuis Eikenburg is een bijzonder huis. Het is kleinschalig en het ligt in een hele mooie omgeving in de bossen, waar mensen dus heel makkelijk naar buiten kunnen genieten van de rust en van de natuur. En in huis merk je ook dat oude kloosterbejaardenoord nog veel rust uitstraalt met hoge gangen en een bijzondere sfeer. Dat maakt het bijzonder om hier te werken. Wat doe je als verpleegkundige? Als verpleegkundige moet je vooral het overzicht goed bewaken. Je voert inhoudelijk de zorg uit, maar bent vooral ook verantwoordelijk voor de dagdienst, dat alle mensen hun werk goed kunnen doen. Niet als leidinggevende, maar wel inhoudelijk als coördinator van de dag. En daarmee voer je veel verpleegtechnische handelingen uit. En zorg je ook dat je inhoudelijk het team goed ondersteunt in bijvoorbeeld preventie van zaken, pijnbegeleiding, wondzorg. Wij doen de artsenvisite, opnamegesprekken en zorgen dat de zorg zo goed mogelijk geregeld wordt. Iemand die vroeg mij van waarom werk je graag bij het Sint-Anna-Klooster? De missie van het Sint-Anna-Klooster is hartverwarmende, kleinschalige, specialistische zorg op maat aan kwetsbare doelgroepen. En op de een of andere manier lukt het Sint-Anna-Klooster ook heel goed om die missie waar te maken. Wij zoeken nog leuk, enthousiaste collega's die zin hebben om het team te kunnen ondersteunen. Dus ik zeg, kom ik hier langs om te kijken en we leggen graag uit hoe we werken. Sint-Anna-Klooster. Uw wensen worden onze zorg.